Welkom weer bij een nieuwe NEC-update met natuurlijk de voorbeschouwing op de wedstrijd van zaterdag tegen Excelsior. We praten met Bart van Rooy en we hebben het natuurlijk even over Jasper Cillessen. Zelf wil hij niet voor de camera komen, maar ja, er is veel gebeurd. En wat doet dat met hem? En wat doet dat in een ploeg? En wat doet dat met de trainer? Bel je bijvoorbeeld Jasper even op? Nou, ik heb hem gewoon de volgende ochtend, ik weet niet precies wanneer dat nieuws, of dat nieuws is geen eens nieuws, dat die onzin bekend werd. Dus ik heb hem de volgende ochtend hier gesproken en nou, dan heb je het even met elkaar over. En ook even de strategie, zeg maar, bepalen wat, hoe we met hem omgaan. En dan gaan we ook weer verder, want uiteindelijk ja, kan Jasper daar ook zelf niet zoveel aan doen. En moeten we ons richten op waar hij uiteindelijk hiervoor gekomen is en keepen. En op het moment dat hij dat goed doet, gaat hij ook met Nederland zelf dan mee. Ja, en de strategie was, geef hem even rust van de pers. Ja, zeker. Omdat alles wat je zegt of doet, ja, ligt klaarblijkelijk onder een vergrootglas. En vindt iedereen wat van. Terwijl, ja, ik vind het schromelijk overtrokken, sowieso de hele keeperskwestie. En ook de reactie op hem als persoon, ja, wat ik net al zei, vind ik overtrokken. Is het wennen voor je dat NEC bijna elke week wel in alle praatprogramma's voorbij komt? Nee, ja, je kent me nou wel een paar jaar volgens mij. Ik maak me niet zo druk daarover. En nu gaat het natuurlijk veel over één persoon en, ja. En dat vind ik wel vervelend. Hè. Heel veel mensen hebben een mening over iemand, terwijl denk ik 80% van die mensen hem niet kent. Hij moet daarmee omgaan, wij moeten daarmee omgaan en ik denk dat we dat doen. En uiteindelijk levert hij het beste resultaat en dat is op het veld. Ja, en dan Bart van Rooy, want hij maakte onderdeel uit van een van de minst gepasseerde verdedigingen van de Eredivisie. Wat is eigenlijk het geheim? We vragen het aan Bart. Nou, ik denk, u benoemt het de achterhoede, maar ik denk dat we het als team geheel doen. In het begin bij de aanvallers. En we zorgen gewoon dat we heel compact staan. En de achterhoede doet dan de laatste details. En dat loopt gewoon heel goed en hopelijk kunnen we dat doorzetten. Ja, maar jullie zijn wel een van de minst gepasseerde verdedigers. Dat moet toch goed voelen? Ja, dat is een mooi compliment, zeker voor de hele selectie. Ja, die Marques, daar straalt zoveel energie vandaan. Wat doet dat met jou? Ja, het is mooi om te zien. Natuurlijk speel ik nu al voor het tweede seizoen op rij met Ivan. En het lijkt net steeds gekker te worden. Hoe langer ik hem ken, hoe emotioneler hij wordt. En dat is zeker een bijdrage voor het hele team en ook voor mij persoonlijk. Dan de tegenstander voor aanstaande zaterdag. Weer een club uit Rotterdam. Excelsior is de tegenstander, gepromoveerd dit jaar. Ze hebben 9 punten. Staan 1 plekje onder NEC, gelijk aantal punten. Wordt het wel eens een keer tijd dat NEC weer gaat winnen. Zeker thuis. De laatste keer dat dat thuis gebeurde was op 8 mei van dit jaar tegen Go Ahead met een doelpunt van Sissoko. Kortom, hoogste tijd om weer eens 3 punten te pakken. Ja, die mening delen wij. Ja. Wij vinden ook dat wij thuis van Excelsior moeten winnen. Het uitspreken is 1, maar je moet het ook laten zien aan de hand van voetbaldaden. Aan de hand van voetbalkwaliteit. Dus je moet gewoon je niveau halen in de wedstrijd, je taak uitvoeren. Nou, als wij dat halen, dan hebben we laten zien dat we heel moeilijk te kloppen zijn. Dat is 1. En dan kunnen we ook wedstrijden winnen, daar ben ik van overtuigd. NEC wil omhoog kijken, dus dan moet je zaterdag gewoon 3 punten pakken. Nee, dat klopt. We kijken ook omhoog, dat is 1. En het helpt natuurlijk zeker als je de wedstrijden gaat winnen in plaats van gelijk spelen, dan gaat het wat sneller. Ja, nu ben je misschien de favoriet. Is dat anders voor je? Nou, qua benadering niet. We hebben de wedstrijd niet anders benaderd dan een andere wedstrijden, want daar hadden we ook de intentie om gewoon te winnen. Of we nou bij Utrecht speelden of bij AZ, je gaat de wedstrijd in om de wedstrijd te winnen. En uiteindelijk komt er een bepaald spelbeeld en moet je misschien dingen aanpassen. Nou, dat hebben we ook vanmorgen voorbereid. Het is denk ik met name het verwachtingspatroon van een ieder dat anders is. Ja, Excelsior, nou ja, die staan wel gelijk aan het punten. Wat verwacht je van hun? Nou, ik vind dat zij ook herkenbaar spelen. Eigenlijk wel altijd hetzelfde doen. En dat verwacht ik morgen ook. En dat is best wel een prima ploeg. Voetballende ploeg, zit snelheid in. Op het moment dat ze wat lager spelen, kunnen ze ook omschakelen. We hebben gewoon 3 wedstrijden gewonnen. Ja, en onze taak om morgen te zorgen dat we ze niet laten voetballen. Dat we zelf de kansen creëren. En ze dan ook een keer afmaken. Even over Di Mata. Ik zag tegen Feyenoord af en toe momenten dat ik dacht van ja, nu zie ik inderdaad wat zijn sterke punt is. Hè. Die bal op Van Soufi hem gaf. Mm-hmm. Zo moet je hem volgens mij benaderen. Is dat nog iets waar jullie aan moeten wennen als ploeg? Wennen weet ik niet. We trainen natuurlijk met elkaar, dus we zien ook elkaars kwaliteiten. Dan is het de vraag, kun je in zo'n wedstrijd tegen Feyenoord verwachten dat het 5 keer gebeurt? Nou, dat denk ik niet. Hè. Dus dat hangt ook van de momenten af. Alleen, we moeten er naartoe dat het wel vaker gebeurt in de wedstrijden. En uiteindelijk, wat ik al zeg, zijn we daarmee bezig in de trainingen. Ja, en hij moet ook gewoon zijn ritme vinden in deze ploeg. En
Met de tijd ben ik ervan overtuigd dat het beter gaat. Nou, morgen zal er misschien ook een wedstrijd zijn waarin je wat vaker in een situatie komt rondom en in de 16. Ja, daar moet hij ook zijn focus hebben. En dat hebben we deze week besproken, betraind. En uiteindelijk is het ook morgen om te laten zien. Nou, je zegt, je laat het morgen zien, dus hij speelt morgen gewoon. Ja. Ja. Tot zover de update voor deze week. Volgende week zijn we natuurlijk weer. Zaterdag de wedstrijd tegen Excelsior. Die wordt om 9 uur gespeeld in de Goffert. En natuurlijk zijn we er weer op de radio live bij. Vanaf 9 uur kun je de wedstrijd volgen. Graag tot volgende week.